Nee, natuurlijk ben ik niet eng. Het was ook helemaal niet de bedoeling om eng te zijn. Ik bedoel, het Evil Within. Dat is, ja, eigenlijk wel wat enger dan dat. Bethesda heeft mag een nieuwe game uitgeven. Eigenlijk hun eerste horror game. En dat is eigenlijk de prachtige titel, The Evil Within. En vanaf vorig jaar was ik eigenlijk al helemaal in rep en roer van wow, er wordt een nieuwe horror game gemaakt. En ik ben natuurlijk een horror fan en wil dat allemaal zien en meemaken. Wat wordt dit voor een game? En mijn eerste indruk was nog helemaal niet zo enthousiast. Ik dacht, het wordt weer zo'n game. Je hebt geen wapens, je moet wegrennen van de monsters. Hè? Dat zien we bij Amnesia, dat zien we bij Outlast, dat zien we bij Slenderman. Je hebt geen wapens. Totdat ik dus gameplaybeelden kreeg te zien en ik helemaal verslaafd werd van The Evil Within, waar je dus ook keihard kan terugvechten, maar wel met beperkte kogels. Op 9 oktober gaf Bethesda een kleine preview aan de pers en ik mocht daarbij zijn. Hey, jij hebt zojuist The Evil Within gespeeld en ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Ja, één woord, fantastisch. Ja, echt boven mijn verwachting. Ik ben echt een horrorliefhebber en ja, dit past helemaal in mijn straatje thuis. Dit. En wat waren dan de elementen die je er echt heel erg vet aan vond? Bijvoorbeeld, in heel veel games heb je altijd dat je een kamer binnenkomt. Je bent keihard aan het rushen, dus je rent door die kamer. En hier heb je het gevoel van, je opent de deur. En je moet echt gaan ontdekken van, heb ik daar wat te vinden? Of zit daar een monster onder het bed of achter een deur? Dus je bent echt heel erg bezig met één kamer. Dus dat is echt heel bizar dat het zoveel uren gameplay al in één kamertje zitten, bij wijze van spreken. Hey, en er werden van tevoren al natuurlijk een beetje gewaarschuwd dat dit een vrij moeilijke game was. Hoe heb jij dat ervaren? Ik ben één keer dood gegaan. Ja, maar het was echt heel moeilijk. Je moet op je hoede blijven. Je moet kijken of je kogels hebt, want je hebt heel weinig. Je moet overal zoeken of je wat kogeltjes kan vinden. Maar het is echt pittig. Ja, echt serieus. Het is echt heel moeilijk. Shinji Mikami. Zo heet hij. Hele lastige naam. Shinji Mikami. Maar dat is de bedenker van de fantastische game Resident Evil. We kennen het allemaal, PlayStation 1 waar het mee begon. Nu dus eigenlijk een hele nieuwe IP. Eigenlijk een nieuwe franchise, hoop ik ook. Iets heel nieuws. Wij mochten beginnen aan level 9. Er zijn in totaal 15 levels in de game. En level 9 is natuurlijk wel wat verder in het spel. Dus het was natuurlijk automatisch ook wel een lastig level. We hadden ook een hele lastige puzzel die we moesten oplossen. Er was een hele grote deur. We kwamen in een huis, een hele grote deur. En daar moesten we doorheen breken. En om daarheen doorheen te gaan, moesten wij dus 3 hendels activeren. Het waren een soort buizen die gevuld werden met bloed. En ja, het klinkt allemaal liguber. Het spel is ook gewoon heel erg grof en goor. Het leuke van Evil Within is dat de vijanden nooit op dezelfde plek spannen. Dat betekent dus dat je altijd op je hoede moet zijn. Ja, er kan overal gevaar zijn. En je kan niet heel stoer doen tegen je vriend van, ja, kijk uit om de hoek, daar staat een vent. Nee, hij staat er gewoon niet. Maar hij staat aan de andere kant. En wij moesten met een naald in de hersens gaan prikken. En elk hersenstukje, hersendeel, had een eigen emotie. Dus denk aan angst, fear. Denk aan boos, angry. Denk aan blijheid, happy. En wij moesten op een kaart zien en eigenlijk uitzoeken waar wij de naald in moesten prikken. En als het op de juiste plek werd ingestoken in het hersendeel, dan ging er dus 1 van die 3 hendels ging open, doordat het buisje werd gevuld met bloed. Ja, oké. En voelde je je machtig? Voelde je juist machteloos? Hoe stond jij een beetje in die game? Hoe heb je dit ervaren? Ja, met mijn shotgun stond ik best wel machtig. Maar toen ik mijn pistool die trok, had ik zoiets van, dit gaat moeilijker worden. Want je moet echt op hoofden mikken en als je dat niet doet, dan ben je gewoon de lul eigenlijk. Gewoon zo te zeggen, ja. Op 14 oktober komt deze game uit. Dat is natuurlijk perfect, omdat het bijna Halloween is. Ik zou zeggen, Amnesia, Slenderman, Outlast, dit is allemaal verleden tijd. The Evil Within wordt iets gruwelijks nieuws. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer terug. En heel veel plezier als jij de Evil Within gaat kopen. Laat het weten in de comments. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze game gaan vinden. En ook op mijn kanaal komen een aantal leuke let's plays van deze game. Dus houd het zeker in de gaten. Ik zeg bedankt voor het kijken en doei doei!